Die nota Forswijk naar minister voor GBB. Dan Yun Sumang betaanpwanging na stupu van kabinet van vice-president. Per reactie van Losani aba Fasani ewa kanunu de na ministerie angari pijnpunten die den sanamang e ondervindt. Eigenlijk hadden ze mij samen verwacht met de minister van Financiën, maar hij is verhinderd, dus waardoor ze een beetje teleurgesteld zijn. Ik heb met ze gesproken. Ze hebben hun presentatie gedaan van eigenlijk de kosten die ze maken en dat de beschikkingen, dus de verhogingen die de regering heeft doorgevoerd, eigenlijk voor hun niet haalbaar is. Dus ze hebben hun kant van het verhaal verteld aan mij. Ik heb het dan natuurlijk meegenomen omdat ik daar alleen zat als iemand van de regering. We hebben straks RVM en de regeringsraadvergadering. Dan zal ik het dan presenteren aan de regering. Verder wensen ze ook heel gauw een afspraak of een meeting te hebben met de president en de vice-president om ook hun beklag te doen aan hun. Dus ze zijn verhit, maar door praten kunnen we dan tot oplossing komen. Ik heb ze gevraagd om ook terug te gaan om te berekenen welke prijzen ze wel zouden kunnen betalen. Maar daar hebben ze direct aan gegeven dat ze eigenlijk geen enkele verhoging willen. Zolang de koers niet gestabiliseerd is en ook de pompprijzen dan eigenlijk ook niet stabiel zijn. Omdat alles doorberekend wordt vanuit de prijzen bij de pompstation. Want alles wat zij gebruiken al hun machines gebruiken brandstof. Dus daarom stellen ze voor dat ze helemaal geen enkele verhoging willen. Maar we moeten praten. Minister, zij wordt er dan aangegeven dat ze eerder niet gehoord werden van de regering. Ze hadden vaker brieven gestuurd. En hoe ver kwam die informatie? Ze zeggen dat ze 16 maart een brief hebben gestuurd naar de president. Met een cc natuurlijk naar mij en naar de minister van Financiën. En vandaag is 19 april. Dus net een maand en 2 dagen heb ik ze vandaag wel aangehoord. En denkt u dat er heel snel toch wel een oplossing zal? Natuurlijk moet er een oplossing komen, omdat ze dan hebben aangegeven dat als dat niet gaat gebeuren, gaat dat heel houtsector dan lam liggen. En dat willen we niet, omdat we heel veel mensen hebben die daar hun brood verdienen. Duizenden Surinamers die daar werken. Dus natuurlijk moet en er zal ook een oplossing komen. Minister, we hebben wel een woord over de problemen die er zijn. Maar we hebben het gehoord vanuit de houtsector, hoeveel ze verdienen en hoeveel ze bijdragen aan de regering. Is er ook daarover gesproken? Het zou goed zijn om ze eigenlijk ook zulke vragen te stellen. Maar ook vanuit onze kant weten wij ongeveer hoeveel ze verdienen. Maar zij hebben altijd de andere berekening om aan te geven. Oké, dit zijn de kosten. Al geeft u aan, ik verdien 100 SRD, mijn kosten zijn 80 SRD. Dus ze hebben net maar, laten ze zeggen, maar 20 SRD over. Dus het zou ook goed zijn om ook een keertje met ze te praten. Of ook een presentatie van hun te krijgen. Ook een presentatie vanuit SBB. Om beide kanten van het verhaal te horen. Om eigenlijk tot een besluit of tot een conclusie te komen. Minister, u was vorige maand bij staatsbureau voor kleding en ze hebben gesproken over de issues die ze hebben, vooral om het toewijzen van illegaal. Ja, nee, niet. Ja, dat, dus dat ze ook last hebben van de illegale bommiddel, maar dus het grond rondom de stuwdam. Daar willen ze in eigendom. En u weet, onze stuwmeer ligt in Brukopondo. En wanneer we praten over grondrechten, dan denken we eerder aan de districten Marowijne, Sipaliwini en Brukopondo. En er zijn dorpen dichtbij dat gedeelte welke ze in eigendom willen. Dus er zijn natuurlijk voorstellen gedaan, staatsbesluiten. En ik heb gisteren een werkgroep geïnstalleerd om dit alles voor ons juridisch te bekijken om te komen tot een oplossing. Dat klopt dus, maar vandaar dat ik zeg dat er een echte uitdaging is. Dus je kan het niet gewoon op een blauwe dag opstaan en zeggen van oké, dit alles is eigendom van staatsolie. We gaan het heel grondig moeten onderzoeken en natuurlijk horen van de gemeenschap daar hoe ze eigenlijk erover tegenstaan. Ja, heel mooi, maar we gaan ervoor. Yes. Geen dank.
toch zo'n waardje naar minister voor Binnenlandse Zaken. En als je qua visite aquí, galantje doe alles aan, vooral je ook de laatste dag naar Chocho di Denland, die mij teke of hoe, koma en ja kondea. Daar heb ik een paar keer gezegd voor taki Denland, die man, zei wel kokande. Vanuit den osu taki de nafu kwa woko for lupo ofu de konga sondei anga sondei de naikom ala de sande na sandi jayenye pakisei te asene bifig ook tugi de ta ministeri fu oli rekening anga de pisitolia. In ieder geval kunnen we zeggen dat wij alles hebben betaald en dat al bijna een jaar geleden. Dus we hopen echt deze maand volgende maand materiaal binnen te krijgen. Ik ben blij dat we kunnen zeggen we hebben betaald. Dat ligt nou echt aan het bedrijf. En alleen bijna een jaar geleden al betaald. En hoe staat de rijbewijs? Dat is iets van het ministerie van Justitie en Politie. Dus ik weet niet wat de status daarvan is. Bedankt. Ja, tuurlijk. Minister, we hebben begrepen dat de commissie in deze geval zijn met de verkiezing. Presentatie van vandaag. Nou, de onderraadverkiezingen is vandaag voor het eerst bij elkaar gekomen. Het ging meer om een eerste presentatie en toestemming vragen om te kijken of we nieuwe stemmateriaal kunnen gebruiken, nieuwe stembusjes, stemhokjes. We willen overgaan naar PVC stemhokjes. We hebben 450 stuks van de UNDP gehad. We willen in plaats van inkt, willen we inktstiften gebruiken. Dus daar ging het meer om. En natuurlijk vragen dat de financiële middelen eerder worden vrijgemaakt. Zullen ze vrijgemaakt worden? Als de middelen er zijn, dan wordt het vrijgemaakt. Maar, er wordt nu nog gediscussieerd over de kiesregeling. Ja, klopt. En dat blijft zo. De kiesregeling heeft niks te maken of er een PVC-stembureau wordt gebruikt of inkt. Dus dat is apart. Gaat die wel te medemaken als de verkiezingen gehouden zullen worden of niet? Nee, de verkiezingen worden sowieso gehouden. Sowieso, daar is geen twijfel aan. We zijn democraten en volgens de grondwet moet de verkiezing 25 mei 2025 worden gehouden. Dat zal zeker gebeuren. De president had aangegeven met de vice-president van de EU, maar ook in 2025 is het eind van het jaar moeten we tafel liggen, zodat we 2024 beslist worden aan voorbereiding naar de verkiezingen. Is een jaar en een paar maanden. Ja, wij van Binnenlandse Zaken hebben genoeg aan een jaar om de verkiezingen voor te bereiden. En wij zijn natuurlijk al vroeg van tevoren begonnen met andere zaken, maar de zaken die een jaar van tevoren nodig zijn, daar hebben wij genoeg tijd voor. Dat is ook het. Minister, met betrekking tot het ambtenarenapparaat, de directeur. Dat was een issue en dat blijkt nu ook met het heengaan van wijlen heer Binda moest er een opvolging komen. Dat is als volgt opgelost. We hebben gebruik gemaakt van de oude hoofdstembureau en daar hebben wij toen van gezegd Binnenlandse Zaken. Dan kan de heer Nerkus dan geen voorzitter zijn, want dat is niet kwaliteiten qua in de kiesregeling staat. Je bent voorzitter van het hoofdstembureau, de districtscommissaris met een district, dus dat is hij niet. Dus ze hebben voorgesteld de oudste en ik weet hoe dat verder is gegaan, maar zo moeten we zaken aanpakken. Invulling moet gedaan worden door het oude hoofdstembureau met de oudste als voorzitter. Dus alle hoofdstembureaus zijn nog intact? Ja, zijn nog intact. Die vorige zijn nog intact omdat de nieuwe niet benoemd konden worden. Ja. Nou, ik vind dat we rustig moeten wachten totdat de wet is behandeld, dat wij dan geen probleem. Het belangrijkste is dat wanneer je iets doet, dat je dan niet rechtszaken tegen je aankrijgt, rechtszaken tegen je broek. En dan brengt de mensen ook een beetje in onzekerheid. En dat hebben we nu niet nodig. Minister, met betrekking tot het ambtenarenapparaat. Al vanaf aan de van deze regering wordt er gesproken over het afgroeien van ambtenaren. De directeur van Visa aangeeft dat er niet van de personen uit het systeem zullen gaan. Wat kunt u ons daarover vertellen? Ja, die zijn nu bij het uitvoeringsbureau. Die worden gescreend. Die wordt bekeken of ze de dienst kunnen verlaten. Je hebt sommige ambtenaren die we niet kunnen missen. Die hebben te veel kennis om in één keer weg te gaan. Maar anderen, die kunnen we wel missen. Die hebben hun kennis al overgedragen. En daar is het traject van ingezet. En het wachten is natuurlijk op het behandeling van de personeelswet. Dat zou gisteren gebeuren. Dat zou vorige week gebeuren. Het is een beetje uitgesteld, maar ik ben een geduldig persoon. Ondanks jullie erover praten, dat ambtenaren uit het systeem worden gehaald. Dat er toch meer personen worden aangetrokken op de ministeries. In hoeverre klopt die informatie? Ja,
dat klopt. Kijk, de ambtenarij is een dynamische beweging. Mensen gaan weg, mensen gaan dood, mensen nemen ontslag en die moeten weer aangevuld worden. Maar het is geen zins de bedoeling dat we, net als de vorige keer, 17.000 ambtenaren gaan aannemen. U geeft aan, het is dynamisch, maar andere mensen praten over een water. Ja, dat is het sowieso. En daarvoor hebben wij een paar acties ondernomen, waaronder het vervroegd kunnen gaan met pensioen. En daar hebben we al bijna 900 mensen die daar gebruik van willen maken. In het parlement hebben we een parlementariër gehoord over het stopzetten met het betalen van schoolambtenaren. Maar zijn het niet de regeringen die de mensen thuis zetten? Sommige mensen willen niet thuis zetten. En daar is het verschil. Kijk, je hebt mensen die thuis zetten, die willens en wetens de dienst dokken. Dat zijn de spookambtenaren. Maar je hebt ook mensen die thuis zijn gezet door de regering, door ministers. Ik heb zelf ook een paar mensen thuis gezet. Want je wil natuurlijk met mensen werken die je vertrouwt. En die mensen, die moet je natuurlijk niet treffen. Er moet een verschil zijn. En dat is ook opgenomen in de nieuwe wet die behandeld gaat worden. Ja. Uit afrondende fases. We zijn al in de tweede ronde, dus het is alleen maar goedkeur. Dus wat gaat je daar nu over missen? Want als er mensen zijn die op een oefeningsgroep, die helemaal niet werken, misschien op een oefening, die zitten er net. Ja, die willens en wetens de dienst verlaten, dat is no work, no pay, daar wordt je loon stopgezet. En is er al onderzoek geweest wat betreft hoeveel personen het is? Ja, het zijn er duizenden, jammer genoeg. Duizenden, ja. Maar wanneer zou dat gepresenteerd worden aan de regering? Want stap het op een onderdeel wordt. Nou, wij zijn al klaar. Wij zijn al klaar. We hebben al een aantal stopgezet. Maar het is goed dat we de behandeling van de wet afwachten, zodat we kijken hoe het parlement daarmee omgaat. Maar wij hebben ook onze onderzoek afgerond. De verplichte ambtenaren registratie heeft bijna 10-12% niet geregistreerd. En wij kunnen dat zo stopzetten. Goed? Oké, dank u. Awata, akaide de yatena sani. Wabi wang satu verslag giu, aba son pesi Efraim Seger Ramgulanweg di jaundo wata de di pasa. Meko luku wang satu pisi verslag giu meke giu. Asele, ambu. Tanto a fasi fa pesi ya so sungu ba commente e sha sungu so. Non ci dice anche e dia. E se am pa fa sa pesi ya non ci sha sungu so an. Ah. Ah, bu. E ka pesi la mu siti. Ba yo wa kana la san sa ya nya wa ta shi neki. Kan ya yi ni fukishi ya yi futu. Da bu fu ali bi sa ma kresha wa ta chobo. Da bu ye bia. Ya se u an ten. E A vos todo ya son gusto. Okay, ma asungu ya soy si sineki desande na apisia. No, apisia ya be ya ba se so. La me toa be se de piki pu pa we. Ga po ma be ya ba la ba na pa se ba ka na wa se yo piki pa we. Ayi ni da mu si. Ni ya be di ke wale si sineki ya pe. Ya mso so mu po. Nga si be ki na igo. Cash and meat. Thank you.
Leroy Jack na consultant na Troepenbosch Suriname die houden bezig aan haar landbouwgebeuren in Wikonde. En een presentatie die de beholi dan achaikwa versie sana den sani die emitie ondernemers die de eigen binnenland ewoken na pisi van haar landbouw. Abigima aso dan aso a lukusani fini fini. Sa de san di de ondernemers me doen, sa de man doen en sa de bokwe de giden aini apisitolia. Binnen het pad, dan zijn er bekende, steeds herhalende issues. Toch geen afzetmilieu, geen financiering, een schade. Wat we vandaag gaan presenteren, zijn in feite geen nieuwe dingen. Het zijn dingen die we weten. Maar de toegevoegde waarde is dat het eens wordt vastgesteld. Van die mensen, dit is het. Toch? Al de stakeholders die te maken hebben, we praten over de financiële instellingen, de banken, de NGO's, dat we een vertrekpunt hebben. Dat we zeggen, mensen, er zijn ook andere inzichten, maar laat ons deze nemen omdat de meeste mensen dit vinden. Dus het is gewoon de basis. Dus zeg maar, er wordt iets gezegd en je weet dat het ook anders is, toch? Je weet dat het ook waar is. Maar laat ons dit zien als een basis vertrekpunt. Wij hebben gesproken met 16 agro-producenten, 6 mannen en 10 vrouwen. We weten dat er heel veel vrouwen actief zijn. We hebben ons meer gericht op mensen die zeg maar, planten met de bedoeling om ook te verkopen. Okay? We weten allemaal dat er heel veel, dus elk huishouden heeft een kost van daar. Maar dan we hebben gezegd, mensen, laten we focussen op de mensen die commercieel planten. De mensen die waarschijnlijk behoefte hebben aan financiering. Ja? En hoe ziet die behoefte uit? Ja. Laten we dat in kaart brengen. Je kan afvragen, waarom moet je kijken als je praat over behoeftes? Toch? Er zijn gelet op 4 parameters. Sociaal, dus de, zeg maar, dingen die te maken heeft met samenleving, economisch financieel, de financiële diensten zelf, dus hoe ervaart men de financiële diensten. Dus zeg maar, dit is vanuit de ogen van de agro-producenten zelf. Ik moet aangeven dat bij de tweede presentatie, wij ingaan op hoe de financiële instellingen dat zien. Okay? Dus je hebt aan de ene kant de behoefte en aan de andere kant de beschikbaarheid. En dan moeten we samen kijken hoe die mensen moeten brengen. En natuurlijk ook de toekomstplannen. Uitdagingen en kansen zijn bekeken. Dus zeg maar, dat zijn 4 belangrijke zaken. Maar zoals ik zeg, dit is niet limitatief. Okay? Je kan kijken naar meer dingen. Er is ook gekeken naar meer dingen. Maar we hebben nu 25 minuten. Dus we gaan proberen de meest cruciale zaken te doen. Sociaal. Er is daar de familieband is sterk. Okay? Je zal je afvragen, maar waarom is dit nodig als je denkt aan de financiële behoeftes? Okay? Mensen gaan met een bepaalde manier met elkaar om. Het heeft te maken met cultuur, het heeft te maken met denkwijzes. Ja. Dus wat is opgevallen die we mee moeten nemen, willen we een toekomstfrisse product ontwikkelen, is dat de sociale banden vanuit de familiekern zeer, zeer belangrijk is. Je vergelijkt dat met Paramaribo, je ziet dat zeg maar, die banden minder zijn. Dus het is iets om te noemen. Hoe ga je daarmee om als je een product wil gaan ontwikkelen? Wat we ook hebben gezien, is dat er, dus de individuen, zij hebben, zoeken nauwelijks contact met, zeg maar, organisaties. Oké? Okay?
Dus als je zegt, maar je bent een organisatie en je wilt iets gaan doen, moet je echt heel veel effort inzetten om zeg maar je boodschap over te kunnen brengen. Ja. Niet dat de samenleving gesloten is, maar het is een manier om die te bereiken. Natuurlijk, wat we hadden weten, die educatieniveau. Ja, daar praten we meer over educatie met betrekking tot eenvoudige financiële administratie. Weten hoe zeg maar, banken denken en werken. Dat soort basic informatie van de weet je, tegenwoordig als je onderzoek verricht, moet je sowieso ook de vrouw belichten. Okay? Dus in deze is aan de vrouw gevraagd. Ervaar jij het vrouw zijn als een belemmering? Want de vraag was, en de antwoord was nee. Okay? Dus vrouwen voelen zich niet beperkt omdat ze vrouw zijn om te onderzoeken. Okay. Dus het is voor mij persoonlijk een zeer belangrijke constatering. Soms denk je dat een maatschappij toch een beetje zeg maar, mannelijk gestuurd wordt en de vrouwen weinig te zeggen hebben. Dat is niet zo in het onderzoek namelijk. De vrouwen hebben hun plaats, hebben hun rol te vervullen en doen hun mogelijkheden. Wat economisch betreft, bekende sectoren, wat met betrekking tot het kunnen krijgen van financiering is men zeg maar, afhankelijk van de directe familie. Ja, dus je ziet dat men, als men wat behoeftes heeft, men bijna nooit gaat buiten de familie. Toch? Waarom dat zo is, er zijn enkele ideeën, maar vandaag hoeven we niet erop in te gaan. En ook de respondenten, geen van ze had schulden. Okay? Dus ik denk dat in Paramaribo de meeste mensen schulden hebben. Tenminste in mijn directe omgeving. Ik heb zelf ook een lening beter. Toch, dus het is iets om niet te nemen. Dat, hey, de mensen zijn waarschijnlijk niet zo geneigd om schulden te nemen. Kijk, ze constateren, hoe gaan we daar niet van? Ja. En ondanks die beperkte, zeg maar, lage inkomens. Men toch wel een spaar zin heeft. Het is toch wel bijzonder. Hoe spaar je tegenwoordig met een lage inkomen? Wat blijkt dat toch gebeurt? Bijna iedereen die wij geïnterviewd hebben, spaart. Maar dan niet bij de bank. Maar thuis. Okay? Men spaart. Wat ook gebleken is, is dat de vraag is waarom spaar je niet bij de bank? Want dan ben je veilig. No? Ik spaar niet bij de bank, want als ik er niet meer ben, kunnen de mensen niet aan dat geld komen. Okay. Dus het is wel een heel grote issue. Toch, want wat ga je de persoon zeggen? Ja, ik denk dat je toch wel naar de bank moet gaan. Maar die geef je aan, als ik mijn geld daar zet en ik ben er niet, mijn mensen kunnen niet aan dat geld komen. Dus het is een uitdaging voornamelijk voor de bank. Hoe ga je daar niet om? En waarvoor spaar je niet staan? Om te voorzien in onvoorzienigheden, toch? Calamiteiten, problemen. Ja, en ook zeker bij de. Preside dari kita fu regional ontwikkeling Cego Abrana Direktorat Agrariso Ontwikkeling Misi Hermin Pavion dan ABD nawa semina di Deholiam Monggo di Delan Bawasanda. Ada ke landbau sanya wa balang reksani.
neme ke a ministeri regionale ontwikkeling a sport ete ken seriusu na regeri a sefi de wani gibumbum kaka na de sama fa beneland di edu an landbou bika de sabita ki anga disi isa verdino a moni ma uktu ika solugu gina lokale mark. A direttorato e che lo capo crote furu un'eco la monizione di città papo crote daro di uscita a nuova con scom o grave siamo nella monizione assoluti velo puta chi desma furu na taxi e fete carini da tocco ustre per una chiglia di una chiloma e alla sbra la chiso monizione dos daro with me go daro te calvo pa sali u considere o si tati ok sa sante a obi kandu e na papa visi tati e pi te kalene da unu ku te a obi ka bahale fi na proses la ka nama special sa mo ngerti na nga a banitu tati te prana sali e fa e fa problem de vi a obi ka kuku understood tati a sansa e prani a probu o pa sansa e kweki a ka ikweki e bu tati kuka fadina mo ni baga kumpai quantala in cubre e quant asanza ye dukale e fio pra wa hektaro kember trayani in pra 2 hektaro or 3 hektaro akuri proses musde en baka a kupai baka us bako ku bakale tika pai baka us mek mo itu taki afset mo tu aki de debiu des ku frase e tu wesu ku basu ma wa pai baka fa wasale pa mo tanda ta ke ba wale is de en wa bi bakale es ma ku prana san sudano ta te asami ku frase de to tene ku baka ok no tro mi wa ba pa da ski so sto ma ma ku kor ina san sa yo prana e fio ko bari kana ba bapala sani makobroy, mapayo kobroy ke ofuri makobroy. That bala like up to this. Ala de sani si dea obi ka lupo fukong kuye kulu. Taki asansa wadu obore kardu sa westri ikona. Taki that if you want para gruntu, para gruntu, wani be follow my training. Mishi tak bela mino wampai gruntu moro. Teinu kune sansa ikokor ina gruntu. And they go export their agruntu and a map, my idea, jana strana, suma yame, vi en yame, and ano kosong vivi. Just darum that no one say palangay sani oktu sa neto. Okuri ye kabroy, ote ye kabroy, nana, every mak kabroy se. Just desan that balangay, de balangay, just and also the oktu na trus, doro si kunre kamo prodanda take, ude visa kay suku, so sa itlanga yesem go de nere yake of kane de takmatu sa matieri we konshier yesem go baka ay mwila kumino bilo bilo kori ay mwila kupen konsa kuno rosi dus dati mi wanki fo okudor en nanga ako operasi ubo dito ma emonisi de okudu mar isabi ero abi fashele de direktorato minanga operasi apa pun sama berarti di sekolah itu bertisem mar wabi ete tu direktorat sebelah rai sekate oktu ila MOU ya bi a direktorat saya go upa di Indonesian nanga ya bi dufu a akro Suriname terus ina MOU sitak di studis nuli ungoni demei di spandada sitaki wo for shaping da aladen gridat direktorat disi musdeina MOU fukati kemesan ya dus darum tidak memikirkan emosi. Wanda belang rete ini sebabnya wanda ada di dulu. The unum nip noas mana bakar. Oktu de ini semua skomi. Ala de afro surina unum pun ala ma. De afro surina masuk de oktu ina asisten. Ya, terus minat aku memilih di Abis Taki Ma Ajak mau round up, make you gratan Mishi Taka of Kong semua, mi beri di kompan We want to upload di Ustra Hitaki Koku di BNN. And maybe si Oktu sukses Mene asoy ti left oi ba Te woli para bay grato Um shende kwan bini itamara Aw te wan bonsan di Marweino en a fort yo fu Marweino o go da de tradis directo des un e kwan bu
Om ik van boosan te taki dis de wan voorbeeld die brokofondo si palwini ala de se si palwini tak de se oktu opo wako operasi nek duf marwela fuka palwini. Masa kude musu abob asambli membe enya nationale asambli dan eng na fu para. En abetaki na wa meeting fu abob enya district para. Ense efitaki aisha goro fu abob enya district. Masan di dekai wo kotanga amufika bangi. Bikani ensa chai dengo meeting na verkiezing fu 25 mei di ekonga eni 2025. Alasani abob mudu fu gogina tui de sitel eni para. Mi beti fala takukon na opropisi. Tide ukotagi tu balang reksani. Wofor welcome desma sang kon ide tuan afyari in aparte. Nanga opasen drum jaso de maikare alfa mina otre college bureau para. Momo bigi es nanga apisi pe de newsma sako in aparte. Mesa fa hier ei mais for welcome kuno. Mais nous avons à la malaune, ma on de welcome in apartheid. Nous avons taken for a facing for Libi in the tour na aviari in a district. En politique, te du politique da in se groya. En des taki, te de la day, for a in paranoid, you know, we ma kodja to abo kwa koko kako abo fergadre. Ben durf, ma te de abo doroja. Dat wat taki we nemen over. En kogo doro usa ko ina parte kogo ko samo uno sap nyu abopers nanga uru abopers usa ko nanga de wasa be degba ko huru srefi anu nanga anu da uchara parte gomoro hei ko libi chila lo sani de smalo ko haru ta ai de smaf abop de ten dat we lips boom en mi sap tak usa ko nja so sa ko sue anti de no overtake ngi de trawa sa eto evol ete. On a parlé d'ici, mais au Koryu, on a sacré notre jardin. Et puis, tu vois, ça n'est pas Moscou. Il va créer un watahore sur le dos. D'abord, tu es dans des yeskaki, trafas nos dés, abok para, abif gros. Mais ça, Dieu se fait bigi à nous. Mais, sans mettre la para ouest, sans mettre la para nord. Mamara, tu es mon frère, ce qu'on a fait en Afrique. Deux, vanaf zaterdag zei ik kom, mensen, van 10 tot 3, kon je moest ramen op het deze kiedes van para noord dan naar zuid. Anga di shu kona ka bafuna gongo sabotof ti dem taki gantangi di ilu kumye. Winsi wa moish ti neti, gomo fawe.